Waarom is Dordrecht Pride noodzakelijk? Noodzakelijk? Nou ja, wij vinden het goed dat er één keer in het jaar aandacht gericht is voor roze mensen onder ons eigenlijk. En onbekend maakt onbemind. En Dordrecht Pride is een festival wat niet alleen voor roze mensen is, maar voor iedereen leuk. En dan maak je met elkaar een feest en vier je eigenlijk de diversiteit. En ik denk dat het gewoon iets hartstikke moois is, ongeacht waar je vandaan komt, wat je geloof is, welke cultuur je hebt. Samen één. En dat is de kracht eigenlijk van dit festival. Roze en blauw? Ja. Wat is dat precies, roze en blauw? Nou, roze en blauw is een groep mensen die werkzaam zijn binnen de politieorganisatie. Die opkomen voor de slachtoffers die behoren tot de doelgroep LHBTI+. Dus eigenlijk iedereen die te maken krijgt met vervelende dingen vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, die kunnen bij ons aankloppen. Wij zijn met elkaar aan het shoelen hier. Maar met een specifieke groep doen jullie dit? Ja, met de ouderen. Dat is het. Het hoeft niet per se roze ouderen te zijn. Iedereen is welkom. Wat is de bedoeling? Nou, we zijn eigenlijk van, deze dames zijn van de winkel Klei en Zij in Dordrecht. Die maken sieraden van keramiek. Maar vandaag speciaal doen we piemelkleien. De mooiste piemel van de dag die wint. En die wordt ook gebakken en die kunnen mensen dan bijvoorbeeld mee naar huis nemen. Of om op de schoorsteen te zetten of op het nachtkastje. Hey, hij is er wel! U heeft ze aardig opgepimpt, mevrouw. De kinderen? Oh, de kinderen. Maar heeft u ook nog prijs gehaald? Nee, maar daar gaat het niet om. Het pimpen heeft geen snelheid opgeleverd. Nee, maar het gaat gewoon om de lol. Niks te maken met prijzen winnen. Je moet meedoen wat ik leuk vind. De lol die ze hebben. Meedoen is belangrijker dan winnen. Waarom? De kinderen zijn inmiddels bezig geweest. Dat is veel belangrijker. Ja, volop in de...